بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. Ging net iets fout met de verbinding, denk ik. Zo zijn we weer live. طيب. المعرفة وأقسامها. قال المعرفة خمسة أشياء. Dit is wat? Wie heeft dit gezegd? Ibn Ajurum. قال المعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر. Wat is الاسم المضمر? Damir. الضمير. Zoals أنا وأنت. والاسم العلم. Een specifieke naam van een persoon of van een plaats. الاسم العلم. Zoals Zayd wa Mekka. والاسم المبهم. En اسم مبهم vallen twee dingen onder. اسم الإشارة en اسم موصول. En hij noemt hier de اسم الإشارة zoals هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه ألف واللام. Oftewel أل. En أل betekent de of het. أل betekent de of het. In het Arabisch heb je maar één bepaald lidwoord, dat is أل. Je hebt niet de of het, dus je moet nadenken, is het raam, de raam. La. Gewoon أل. Zoals الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. En wat مضاف is naar één van deze vier. Dus als de مضاف إليه hiervan marifa is, is de مضاف ook marifa. Dus dat is wat hij zei. En vervolgens zegt hij, وَعَرَفُ وَعَرَفُ هَذِهِ الْمَعَارِفُ بَعْدَ لَفْ جَلَالَ. Hij zegt, als je gaat kijken naar welke is meer marifa dan de andere, dan is na لَفْ جَلَالَ, oftewel na Allah, Allah is de meest bekende, daarna is het الضمير, dan العلم, dan اسم الإشارة, dan اسم الموصول, dan waar ألف لام voorkomt, en dan المضاف إليه. ثم المضاف إليها. Oftewel المضاف إلى المعرفة دي مضاف إليه. Als we gaan kijken naar gradaties van ta'rif. Dus eerst laf jalala, oftewel Allah. Dan al-damir. Dan al-alam. Dan ism al-ishara. Dan ism al-mawsool. Dan waar alif lam voorkomt. En dan al-mudafu ilayha. Oftewel, mudaf naar een van deze. Die ism mubham heb je nog niet gehad, toch? Wel, mubham is opgesplitst naar twee. Ism al-ishara en ism al-mawsool. Wa al-mudafu fi rutbati al-mudafu ilayhi. Ja, dat is ila al-mudaf ila dhammi fi innahu bi rutbati al-alam. Wallahu a'lam. In ieder geval, dat is iets wat je nu nog niet nodig hebt, maar dat kan je later wel nodig hebben. Dan hebben we het tegenovergestelde van marifa, en dat is? Al-nakira. Qala wa al-nakiratu. Qala ibn Ajum. Wa al-nakiratu kullu ismin شاعٍ في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. فكل اسم شاعٍ في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. That's the definition. Ja. Elke ism die breed is, شاعٍ في جنسه, in zijn nationaliteit. Nee, niet جنسية. In zijn jins, oftewel in zijn in waar die voor gebruikt wordt. In ieder geval, dat is een heel vage beschrijving. Als ik zeg man, een man, nekira, onbepaald. Welke man praat ik dan over? شاعٍ في جنسه. Het kan iedere man zijn. Je kan een fulan zijn, kan een ander fulan zijn, kan jij zijn, kan een ander man. Iedereen die onder de jins rajul valt, kan ik aanspreken daarmee. Dus als ik zeg rajulun, man, een man, dan is het nekira, oftewel shayun fi jinsi, oftewel breed ingezet als het ware. Iedereen kan het zijn. Iedereen die onder de noemer man valt, kan daarmee bedoeld worden. Dat is nekira. Leegtasso bihi. Leeg tasso bihi wahidun dun al akhar. Of niet, er is niet één die specifiek, die uitgespecificeerd wordt ten opzichte van een andere. Nee, iedere persoon die onder valt. En vervolgens geeft hij nog een extra ezelsbruggetje. Of een beetje een hulp,
iets waar je mee, kleine hulp als het ware. Hij zegt, wat takribuhu. En het is niet een specifiek of niet een goede definitie. Hij zegt, maar in principe alles waar een alif lam voor kan zetten. Alles waar je een alif lam voor kan zetten is nekir. Dat is niet een correcte definitie, maar het, is, het helpt. En de meeste dingen zijn zo. Zoals al-rajul al-faras. Al-rajul al-faras. Want je kan alif lam voorzetten. En als je die alif lam weghaalt, heb je iets sha'un fi jinsi legt dat zo bij wahirun doen al-akhar. Een man, een vrouw, een boek, een iets. Het is onbepaald, het is niet een specifiek boek. Als je zegt elk kitab, dan verwijs je naar een specifiek boek. Maar als je zegt kitabun, kan elk boek zijn. Kan een boek zijn vandaag, kan een boek zijn die daar niet mag. Kan een ander boek zijn. Allerlei mogelijkheden. Waqulu, en nekretu hier kullu ismin wudia. Laag li yukhassa wahidun bi'aynihi min bayni afradi jinsihi. Bel, li yasluhu itlaquhu ala kulli wahidin ala sabili al-badal. Dat zeg, een man kan ik jou bedoelen en kan ik vervangen volgens met een ander man. En dit is een heel simpel concept. Dat ging complexe definities af en toe. Dat is altijd met die definities moeilijker dan het woord zelf. Weet ik, maar uiteindelijk, als er echt te lijf komt over iets, moet je terugkeren naar de definitie. Daarom zijn definities belangrijk om te begrijpen. En dan kan je daarop gaan discussiëren, op de definities. Als je, definitie, als je geen zelfde definitie hebt, houd het al op. Dan ben je in discussie voor niks. Nou, rajul wamra'a. Imra'a betekent vrouw, rajul betekent man. فإن الأول يصح إطلاقه على الذكر البالغ من بني آدم. Oftewel, الأول الرجل is correct, het is correct om die toe te passen op iedere volwassen, iedereen die volwassen is en van mannelijk geslacht is van bani Adam. Kan je الرجل noemen. والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. Oftewel, als je zegt imra'a, kan je toepassen op iedereen van vrouwelijk geslacht die volwassen is van bani Adam. Dat zei ik. وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليه ال وتؤثر فيها التعريف نحو رجل فإن يصح الدخول ال عليه وتعفيه التعريف. Oftewel, als alif lam voorkomt, maakt hij hem ma'rifa. Want alif lam is een van de categorieën van ma'rifa. طيب. Is wel duidelijk, toch? Een nekje. We hebben hier ook een aantal categorieën waar je nekje aan kan herkennen. Net als bij die andere. Heb je ook een aantal categorieën waar je een nekker aan kan herkennen? Nee. Je moet vanuit gaan, een nekker is de asl. Oké. Van iets totdat het bewijs is dat hij marifa is. Okay. En de marifa zijn 5 zaken. Even kijken. Qal. ثم قال باب العطف. طيب wat is العطف en wat doet hij hier en waar zijn we nu? We zijn bezig met we zijn bezig met het tawabi'. Ja, klopt. En het tawabi' is hetgeen wat de matbu' opvolgt in geval grammaticale status. Zoals de naat en de man'ud. De naad volgde mijn auto op in meerdere zaken, onder andere de grammaticale status. Viel dit ook nog onder de naad? Nee, het viel er niet onder. Maar we hebben aangegeven bij een naad, als de naad een nekira is, als de mijn auto nekira is, moet de naad ook nekira zijn. En andersom, als die marifa is, moet die ook marifa zijn. Daarom is het belangrijk dat deze twee hoofdstukken behandeld worden. Nee. En eigenlijk zou je hem ervoor kunnen plaatsen, maar je kan hem ook naast plaatsen. En de tawabi kan je aan het begin van het boek plaatsen of aan het eind van het boek plaatsen. Dus ze horen niet bij de marfu'at specifiek.
Ja, precies. Maar het is nu een eigen ander stukje nergens. Precies. En daarna gaan we naar de Mansourbed. We zijn klaar met Marfouad. Nu hebben we Tawabia. Ibn Ajjum heeft ervoor gekozen om die daar te plaatsen. Tussen de Marfouad en de Mansourbed. Als we klaar zijn met de Tawabia, gaan we naar Mansourbed. Wat? Ik zou eerder Mansour doen, toch? Ja, en dan Mojroor en dan Tawabia. Ja. Andere boeken hebben we al zo gedaan. Ja. Dus dat is niet... Nee, dus is ijtihad van de... الشهاد من ابن أجرم رحمه الله. طيب قال باب العطف. قال باب العطف. 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 حروف العطف 10. يا 10 حرف حروف. يا 10 حرف حروف العطف. Waar hier? Maar mag ik eerst even het schemaatje nog een keer tekenen met die tabby, anders weet ik helemaal niet meer waar we zijn. Is goed, ik schrijf hem even op. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Even kijken. Dus, als we de tabby erbij pakken. Het tabby. Zijn er? Vier. De eerste is? Naad. Tweede is? Latf. Derde is? Tawkid. En de vierde is? Bedel. Dit zijn de Tawabia. En zoals je zegt, waarom worden ze hier genoemd eigenlijk? Waarom worden ze genoemd naar de Marfouad? Omdat hij zegt, het tabi alleen marfoa is marfoa. En daarom zegt hij, dat is de zevende. Van de marfoaat. Je hebt namelijk... Dus tabi is altijd marfoa, hè? Nee, de tabi van de marfoa is marfoa. Tabi van Mansoub is Mansoub. Ja. Hij is tabi, hij volgt hem op. Ja. Maar hij heeft hem eerst genoemd, hij heeft eerst de marfoaat genoemd. En daarna zei hij, de zevende is de tabi van de marfoa. En dan gaat hij praten over tabi. Want wat zijn de marfouat? Al-fa'ilu, wa-naibu-al-fa'il, wa-al-mubtada, wa-al-khabar, wa-ismu-kana, wa-khabaru-inna, wa-tabi'u-lil-marfou'. Dat zijn de zeven. Dat zijn de zeven. Volgens Ibn Ajjum. Dat zijn de marfouat, die hebben we behandeld. En we zijn nu bij de tawabi'. We hebben gezegd tabi' en nu leggen we de tawabi' uit. En tawabi zijn er vier. Naat, wa'at, wa tawkid en bedel. Zag? Tijp. Wat wordt met de atf bedoeld? Hij zegt, hij legt het even niet uit. Want ik in de uitleg komt zo. Hij zegt, haruf al-atf zijn er 10. Wahia. Trouwens, dit stukje hier. Als je dit leest. De wauw en dan vervolgens de damir hiya of huwa. Dan mag je een... Sukoon plaatsen op de ha. Wahia. Of wahua. Wahua. Dat mag. En dat is ook correct in de Koran. Dat is van de qira van Susi. Rahimallah. Wahua yuhaviru. Ja. Tijp. Dus dat is even extra feide. Qala. Bab al-atfi. Horen voor de atfi ashra. Wahia. الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع حتى is een specifiek woord. حتى is het lastigste woord wat je gaat tegenkomen in Nahu. Onthoud het maar. Nahu, حتى het is lastig woord wat je gaat tegenkomen. Af en toe is het harf jar. Hatta met la'i al-fajr. Met la'i. Hatta is ook een nasi van de fi'l mudari. En hatta is af en toe harf atf. En jij kan alles zijn. Dat lijkt het. Nasib. Van hatta. Hatta. Nou. Je kan het opzoeken. Welke hatta is een lastig woord. Het is moeilijk te plaatsen.
Hatta is een specifiek woord daarin. Maar de andere zijn best wel simpel. Alhamdulillah. Wa aqulu lil atfi ma'niyani. Atfi heeft twee betekenissen. Een logawi, taalkundig, en istilahi. Logawi is belangrijk eigenlijk. Omdat als je logawi hebt, dan bouw je taal op. En istilahi is specifiek voor nahu. Buiten nahu gebruik je atfi op een andere manier. Wat ik in logawi gebruik hem zo taalkundig. Zoals bijvoorbeeld, en er zijn sommige dingen die sijpelen door. Bijvoorbeeld, kalima is een... Wat betekent kalima? Een woord. En taalkundig? Letter. Nee. Kalam. Kalam, jumla mufida. Een kalima in nahu betekent één woord. In nahu, istilah. Maar als je hem gebruikt in de lora, dus Qur'an, sunnah, qawl salaf enzovoort, dan betekent het jumla. Volledig gezin. Taib, qul atfi li ma'niyan. Ahaduhuma lorawiyun. Wa la akharu istilahiyun. Amma ma'nahu loratan fahiya al-mailu. Al-mail is het leunen naar iets. Neigen naar iets. Neigen naar iets? Neigen, ja. En bijvoorbeeld... wanneer als iemand bijvoorbeeld... rahma is een onderdeel... Al-atf is een onderdeel van rahma. Een definitie van rahma. Yani, atif fulani ala fulani ya'atifu atfan. Oftewel, hij is zacht tegenover hem. Hij neigt naar hem enzovoort. Het is omvermen over een persoon. Dat is atf, loretten. Turid anuhu mal ilayhi wa ash... وَأَشْفَقَ عَلَيْهِ Nou. Maar dat is taalkundig. En taalkundig is interessant om te weten. Kan je toevoegen aan je woordenschat. Maar lekker in nahwa hebben we er niks aan. In nahwa hebben wij een specifieke betekenis. أَمَا الْعَطْفُ فِي الْاِصْطِلَاحِ هُوَ قِسْمَانِ Vervolgens kan je hem onderverdelen. In nahwa heb je twee atfs. Staatsbalk. Hij doet het. Ja, hij doet het volgens mij. Ja. Tijf. Naat adf tawkid bedel. Adf kan je onderverdelen in twee. Adf voor bayan en adf voor natsuk. We hebben allebei andere definities uiteraard. Dan beginnen we met de eerste. Definitie. En adf voor bayan. Voor hoe? Het tabi'u. El jamidu. الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. Deze definitie. Komt deze jullie bekend voor? Want ik weet dat jullie hebben moraja en hebben alle tarifat en oftewel definities van alle, van fijn. Nee, hebben fijn, hebben jullie gewoon. Als vraag wat is fijn, zeg je. Dit is fijn. Er is letterlijk geen Arabische definitie die ik heb gehoord. Waarom niet? Het is nechou. Het gaat allemaal over definities. Arabisch is moeilijk. Ja, dan leer je en dan schrijf je alle woorden op. Muraja. Je volgt 2 uur les en je doet 10 uur thuis. Ja, dat hoort tot je het hebt. Amma atfu fi salahi huwa al-qisman al-awwal atfu bayan wa thani atfu nasq. Wat is de definitie van naad? Ik ga het gewoon opschrijven. Ik ga toch terugspoelen. Ik dacht jullie gaan zeggen, oh wauw, dat lijkt wel heel veel op naad. Dan had ik verwacht dat je zou zeggen, een beetje. Ik had van, oh, enige, verschil maar één woordje. Ten opzichte van de definitie van naad. Maar helaas. Ja, het is niet dat we ze niet behandeld hebben. Als mensen meer... iets minder... iets minder voetbal. Vosballen, hoe heet dat? Tijd. Oké, hier hebben we. Mashallah. Kijk. Aqulu annat fil lugha al wasf. Tijd, dat is mooi. Walakin fi salah nahwiyin. En volgens de. Is. Attabi'u al-mushtaqu awal mu'awalu bil-mushtaq.
Al-muwaddih li madbu'i fil ma'arif. Al-mukhassis lahu fil nakirat. Ik ga hem opschrijven voor jullie. Alleen het laatste stukje komt eroverheen. Ja? At-tabi'u. Wanneer hebben we die inderdaad behandeld? Dat is al een tijdje geleden, of niet? Nee, dat is niet zo. Wat? Naad. Dat ben je net voor de Marifa hebben behandeld. Ja, dat wel, maar dat is 3 weken terug. Ja, toch? At-tabi'u. Al-mushtaqu. Ik weet dat jullie weten wat mushtaq betekent, toch? Wat is mushtaq? Ja, dat weet ik zeker, ja. Ik heb hem niet overgeslagen. Toen je mushtaq onttrokken uit het werkwoord. Mashallah. Ik heb niks gehoord. Ja. Als je niks zegt, dan hoor ik het niet. Awwalu bil mushtaq. Dat hoeven jullie niet te weten. Het zou mooi zijn als je het wist. Ik ga het wel een beetje verder dan wat ik had verwacht. Ik had alleen maar dat jullie hifd hadden van die. Die had je hifd mogen doen. Later kunnen we die uitleggen. Atabu al mushtaq. Awwalu bil mushtaq. Al. Muwaddahu lil madbu'i fil ma'arif. Al muwaddahu. Dat is een muwaddah. Verduidelijking. Verduidelijkmakend. Dus hij verduidelijkt. Al muwaddah. Dus de tabi', de naad zelf, is het tabi' al mushtaq die muwaddah is. Niet muwaddah. Al muwaddah. Al muwaddahu. Lien met boerihi. Wat is de met boer van de tabi'? Wat is de met boer van de van de naad? Menoud. Fil ma'arif. Al mukhassisu lahu fi an-nakirat. En jullie weten wat ma'arif en nakirat zijn, toch? Nee. Ma'arif is meer van ma'arife. Nakirat is meer van nakira. Maar wat was dat dan? Ma'arif. Het ma'arif is meer van ma'arif. Is meer van ma'arif. Oh, wacht, ma'arif is bepaald. Ja. En nekirat is meer van nekira. Ja, oké, dat is oké. Maar wat betekent de zin dan? Het mughassisu. Lahu fi nekirat. Oké. Dit is de definitie. Dit is de nahwu istilahi definitie van. Van naad. Ten eerste, en er bestaat uit meerdere dingen, ik ga ze even omcirkelen. Eerste is het tabi'. Maak even groen. De tweede maak blauw. El mushtaq wa awl mu'awl bil mushtaq. الموضح لمتبوعي في المعارف الموضح لمتبوعي في المعارف المخصص له في النكرات Dus de definitie bestaat uit 4 onderdelen. Ten eerste is het een tabia. Dit is de definitie van naad, zei je. Dit is de definitie van naad. Het eerste stuk van de definitie van naad is het tabia. Wat is een tabia? Is iets wat iets anders opvolgt. Het tabia volgt op. Een opvolger. Waarin volgt hij? En wat volgt hij op? De men'oud, dat heet het. De metboa, oftewel hetgeen wat opgevolgd is, de metboa. In het geval van naad is dat de men'oud. Sorry, degene die
Wat opgevolgd wordt, heet in Bernard? Heet in het algemeen met de boer. Ja. Dus ik maak wel even een schema. Dus je hebt de Terbier. En je hebt de met de boer. De volger en degene die gevolgd wordt. Met de boer. En als je praat over de naad, in het geval van de naad, in het Berber naad, is de Terbe is de naad. Naad is namelijk een Terbe. Oh ja, en de is een Menoud, die wordt opgevolgd. Bij de Adf is de Terbe. Er zijn vier Terbe. En dan de met woer is een Maatouf. En de derde is het Toukid. Oftewel, Al-Mu'akkid. Al-Mu'akkid is de Tabi'a, is Mu'akkid. En de Madbu' is Mu'akkad. En dan heb je de laatste, dat is Badal. Je hebt de Badal. En de mubdel minhu. Het zijn dus bij dus met naad, hadf, tokid en bedden. Dit is een tewerbe. Dus als we terug naar de definitie gaan van naad, komen we bij woord terbia. De naad is de terbia zelf. Hij is niet met broer, hij is de terbia. En de terbia, die is oftewel mushtaq of een mu'awwal bin mushtaq. Met andere woorden, hij is ontrokken uit een fi'al, geen masdar. Ontrokken uit een fi'al, geen masdar. Of dat je hem herinterpreteert als iets wat mushtaq is. Dat je ta'wil toepast, zodat je hem weer mushtaq maakt. Ik moet je eigenlijk even een voorbeeld van geven. En mushtaq is bijvoorbeeld kafir van kafara. Mm-hmm. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, bijvoorbeeld, ik kom toevallig naar binnen. Limade tis elani aan Sheikh al-Kafir. Dan vraag ik mij over aan Sheikh al-Kafir. Dat is van een van de overleveren van de zelf. Dat is een vraag over een persoon. Dan zeg gewoon, vraag ik mij over aan Sheikh al-Kafir. Al-Kafir is mushtaq van kufr. Of van kafara. Afhankelijk van madhab die je aanhangt. Of het mushtaq van de fi'l of mushtaq van masdar. Al het qawlein. Kafir is mushtaq. Kafir is mushtaq van kafara. Even op onze madhab. Kafara is de fi'al. Kafir is ismul fa'il. Mushtaq min al fi'al. Kafir. Al-Sheikh. Al-Sheikh is wat? Is een oud persoon. Iemand die 50 of ouder is. Of 51 of ouder. Hangt vanaf welke definitie aanhoudt. Is gewoon een oude man. Al-Sheikh betekent oude man. De Arabisch. Al-Kafir. Is iemand die ongelovig is. Is een wasf. Oftewel een is een mushtaq van kafara. Dus de naad, in dit geval, een sheikh. Welke sheikh? Al-Kafir. Adan ging over een of andere generaal of zo. En wat betekent dat laatste dan? Daar komen we bij. Dus Al-Kafir is mushtaq. En Ma'awr bin mushtaq bijvoorbeeld Al-Kufr. Als we zeggen Sheikh Al-Kufr, dan zou je begrijpen, hij bedoelt Al-Kafir. Ook al is hij niet mushtaq, is hij, dus dan is hij Ma'awr. Oftewel doe je herinterpreteren alsof het wel zo is. Is dat gewoon als iemand een fout maakt met elkaar? Nee, het is niet een fout. Maar als ta'wil toepassen. Ta'wil en nahw is sowieso geen probleem. Zoals Ibn Uthaymeen zegt. Hoe schrijf je dit dan op? Ik snap nog steeds wel het teken. De mushtaq is ontrokken uit de fi'al. Ja, oké, dat is duidelijk. Maar ouder bij mushtaq, laat maar even. Dat is lastig.
Als je mustak begrijpt, als ik over 5 of 10 weken vraag, wat is mustak? En ik kan me even vertellen wat mustak is, ben ik tevreden. Hoef je me niet vertellen, wat is een mu'awil bij mustak? Ja? Tij. Al-muwaddihu li madbu'ihi fil ma'arif. Al-muwaddihu li madbu'ihi fil ma'arif. Wat betekent dat? Al-muwaddih. Hij verduidelijkt de madbu'. Oftewel de men'oud in het geval van naad. Hij verduidelijkt de men'oud in het geval van ma'arif. In het geval dat de madbu' ma'rifa is. Als de medboa of de men'oud marifa is, dan verduidelijkt hij hem. Yuwaddih. Voor een muwaddih. Hij verduidelijkt hem. Maar in het geval van nekirat is hij mukhassis. Tachsis. Hij specificeert hem. Hij specificeert welke het is. Als ik zeg rajul. Want we hebben net gesproken over nekira. Ismun sa'un fi jinsi la yahtassu bihi wahidun dun al-akhar. Zoals we net hebben behandeld. Als ik zeg rajulun mu'min. Dan kan je al een heel groot deel van de mensheid wegstrepen. Snap je? Heb je rajul? Als ik zeg rajul is kafir, mu'min, groot, klein, arm, rijk. Rajul, sha'in van jinsi, legt als bij wahin doen een ager. Als ik mu'min, streep je al heel veel weg. Als je zegt muslim, nog minder. Dat is gewoon bijna maarlijk. Of zo. Of als Gwari zou zeggen, alleen ik. Nou, het is wel een grappige ding. Dus, waar twee van de Gwari's waren een keer bij Hajj. En... En ze waren bij Hajj en zagen al de moslims Hajj doen. En die Gwari, je weet toch Gwari, ze doen iedereen een takfir op iedereen. Zeiden van, al deze mensen... Eén zei tegen de ander. Al deze mensen zijn in het vuur, behalve ik en jij. En, zo, en toen viel het kwartje bij de anderen. Dat hij gewoon op Dalala zat. Toen kwam ergens in de akker kwam terug. Hij zo... Al-Jannah wa arduha wa samawati wa al-ard, uiddat li wa lak. Oftewel, de Al-Jannah, waarvan de breedte de hemel en aarde is alleen maar voor mij en jou. Taktuha lak, ik heb hem voor jou gelaten. Met andere woorden, hij is teruggekeerd naar Ahlus Sunnah al-Jama'ah. Taib. Al-Muwaddihu li madbu'ihi fil ma'arif, al-Mukhassisu lahu fil nakirat. Oftewel, hij specificeert het. Dus als ik zeg, Ashir is al ma'rifa. Maar ik verduidelijk hem met al-kafir bijvoorbeeld, of al-mu'min, of al-alim. Je toch? Zoiets bijvoorbeeld. Maar als een mughassis of een nakirat, als zeggen rajulun, kan iedere man zijn op aarde. En vervolgens, dat zijn bijvoorbeeld, laten we zeggen, man 3,5 miljard. En zeg je mu'min, dan wordt hij opeens, toch 500 miljoen of zo, ik weet niet hoeveel mensen zijn. Maar zijn we misschien voor dat derde punt, ook bij dat gele, toch? Nee, dit is de vierde. Dus de derde is, hij verduidelijkt het als het marifa is. En hij specificeert het als het nekker, als het vierde. Als het roze gedeelte. Oké, wacht even. Hij specificeert, dus bij de derde is het, hij verduidelijkt het, in het geval dat de metboa marifa is. Mm-hmm. En hij specificeert het in het geval dat de met de boer of de menoud nekira is. Dat is de definitie van naad. Deze hebben jullie al geleerd. Dus we gaan deze... Want nu gaan we de volgende leren. Al-Atful Bayan. Dan ga ik de definitie opschrijven. Hij heeft tegen mij gezegd, oh ja. Inshallah. At-tabi'a. At-tabi'a. Al-jamid.
Al-Muwaddihu. Limetbu'ihi. Fil-Ma'arif. Al-Mukhassisu. Lahu. Fi. Fi. Nekira. Al-Nekirat. Ik ga weer kleurtjes omheen doen. Ik zal wel even dit doen. Al-Muwaddihu. Li matbu'ihi. Li matbu'ihi. Fi al-ma'arif. Al-mukhassisu. Lahu. Fi al-nakirat. Dat is belangrijke dingen trouwens, hè. Het is gewoon belangrijke stof. Moet je begrijpen. Zelfs de Simpsons boek. Pak een van de Simpsons boek van Aqida. Usul al-Thalatha. Als je die opent, het eerste wat je tegenkomt. Atf, Naat. Het eerste wat je tegenkomt, de eerste pagina. Belangrijk dat je dit begrijpt. Al-Muwaddihu. Ja, dat is een goede vraag. Dat zijn de vragen die ik wil horen. De rest wil ik niet horen wat een naad. Als we al bij naad zijn, wil ik niet horen wat naad is. Al-Mughassis lulahu fi an-nakirat. Dat is de enige vraag wat ik wil horen van jullie eigenlijk. Is onze Jamid. Want het enige wat hier verandert ten opzichte van de eerste is Jamid. At-tabi' at-tabi'. De tweede is al-mushtaq aw al-ma'ul bil-mushtaq. En de tweede is Jamid. De eerste is al-mushtaq aw al-ma'ul bil-mushtaq. De tweede is Jamid. Het enige wat verschilt is Jamid ten opzichte van al-ma'ul of al-ma'ul al-mushtaq of ma'ul bil-mushtaq. Al-muwaddih li mabruhi fi ma'arif. Hetzelfde. Al-mughassil lahu fi an-nakirat. Hetzelfde. Dus die rest wil ik niet weten, want die hebben we al behandeld. Als die niet duidelijk waren, vragen. En als die duidelijk is, leren. Hekkerde. Al-Jamid. Al-Ma'at van al-Bayan, voor het tabi'u al-Jamid, al-Muwaddih, al-Limetbu'i, al-Ma'arif, al-Mukhassis, al-Lahu, al-Nakirat. Al-Jamid is wat niet mushtaq is. Tegenovergestelde van mushtaq. Mushtaq betekent ontrokken uit iets. Lekin, de Atf Bayan is niet mushtaq. Of althans niet mushtaq met de bedoeling van mushtaq. Dus hij volgt. Hij is geen wasf, hij is geen sifa. Hij is geen beschrijving. Het is iets, bijvoorbeeld, hier is een voorbeeld. Ja'ani Muhammadun Abuka. Ja'ani Muhammadun Abuka. Ja'ani, hij is naar mij gekomen. Hij is naar mij gekomen. Ja'a betekent komen. Ja'ani, hij is naar mij gekomen. Ja'ani Muhammadun Abuka. Wat betekent Abuka? Jouw vader. Ja. Wie is Mohammed? Mohammed. Lalalala. Lekker, wie is Mohammed in deze zin? Ik zou. Wat wil je horen? Nee, lekker, wat betekent het? Als ik zeg Mohammed. Dat is gewoon een naam. Wat betekent Mohammed? Hij zegt Mohammed. Ja, dat is gewoon een naam. Nee, nee. Ja, inshallah. Ja'ani Muhammadun Abuka. Wat betekent de zin? Waarom Mohammed is gekomen? Nee. Dat is belangrijk. Dat is wat je moet begrijpen. Hij is muwaddih van wat? Abuk is muwaddih van. Is Mohammed Marif of Nekira? Laten we daar even mee beginnen. Dat is Ma'arif. Waarom? Omdat het een naam is. Een specifieke naam. Noemen we? Alam. Alam. Nou, Alam. Dus hij zegt hier: El-Muwaddih li-Matbu'i fil-Ma'arif.
bij een tabi'a jamid ook, bij al-atf bayan. Al-mughassisu lahu fi nakirat. Type. Dus bij nakira gaan we naar het roze. Ik begrijp die tweede nog steeds niet. Al-mughassis. Nee, al-mujamid. Al-jamid. Jamid. Ik kom daar zo op. Dus hij is niet mushtaq, iets wat niet mushtaq is. Maar mushtaq was iets dat hij iets volgt, toch? Nee, mushtaq betekent dat hij ontrokken wordt uit een fi'al. Ja. Ontrokken wordt uit een masdar of een fi'al, afhankelijk van de madhab. Maar de eerste punt was hij wordt ontrokken uit een fi'al en de tweede is hij wordt niet ontrokken uit een fi'al. Precies. De eerste is de definitie van naad. Tweede is... Ja, maar ik bedoel, het eerste woordje, het tabi' is toch ontrokken? Nee, nee, het tabi' niet. Het tabi' is opvolgend. Dat is het groene. Want het gaat hier... Het enige verschil tussen deze twee is niet dat ze tabi' zijn. Allebei tabi'. Ze zijn allebei muwaddah li met boi fil ma'arif. Ze zijn allebei al-mughassisu lahu fi nakirat. Het enige verschil is tussen een naad aan de ene kant. Ja. En de atf al-bayan is dat de naad is mushtaq. En de atf al-bayan is jamid. En mushtaq betekent dat hij ontrokken is uit een fi'al. En jamid betekent dat hij niet ontrokken is uit een fi'al. Dat is het enige verschil tussen de twee. Het enige verschil tussen de twee. Dus het tabi'a is voor beide gelijk. Al-muwaddahu lil-madbu'i fil-ma'arif is gelijk. En al-mughassisu lahu fil-nakirat is gelijk. Het enige wat verschilt is dat de na'at mushtaq is. En de atful bayan jamid is. Dat is het enige verschil tussen de twee. طيب محمد اسم معرفة omdat het een alam is. Dus als wij een atf bayan hebben, dus atf bayan hebben, dan is hij muwaddih of mughassis? Muwaddih, omdat hij in het geval van marifa is hij muwaddih, verduidelijkend, niet specificerend. Specificeert niet, maar hij verduidelijkt wat het is. Dus ik zeg, Ja'ani Muhammadun Abuka. Hij verduidelijkt de madbu'a. Hij verduidelijkt wie Muhammad is. Namelijk Abuk. Dus Muhammad en Abuk zijn dezelfde persoon. Dus Ja'ani Muhammadun Abuk. En Abuk is Atf al-Nasq, oftewel, sorry, Atf al-Bayan, verduidelijkend. Voor wie je bedoelt. Ja'ani Muhammadun Abuka. Abuka is al-muwaddih van Muhammad. Hij verduidelijkt wie Muhammad is. En Abuk, Ab is niet mushtaq. Hij is jamid. Ab, het woordje Ab is jamid. Is niet ontrokken uit een fi'al. Ab komt niet vanuit een fi'al. Dus daarom is het, daarom zeggen we dat hij niet naad is, maar atful bayan, omdat hij jamid is. Als ik zou zeggen, Ja'ani Muhammadun al-Aqilu. Al-Aqil is mushtaq van Aqila. Of Aqala. Dan zou ik zeggen, hij is naad. Omdat hij mushtaq is. Maar als ik zeg Abuka, is het jamid. Dus daarom is hij uit voor al-Bayan. Kan je die twee voorbeelden opschrijven van die zinnen? Eentje die naad is en eentje die af is? Ja. Als voor Bayan. طيب فوبيل في النعت إس جاء جاء محمد الكبير وجاء محمد أخوك الناس اس عطف 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 البيان وهم عطف البيان مت أخ توجه أخ اس جامد أن كبير اس مشتق مت أنا بقوله كبير كم فن فعل كبورة أن أخ اس مشتق كم دي فن فعل أخ Dat is het verschil tussen de twee. Het enige verschil tussen naad en atf al-bayan is dat hij is het feit of hij mushtaq of jamid is. Ja, dus
El Kabiru is er ook niet ontrokken uit een werkwoord. Jawel, El Kabir komt Kabura. Voor okay. El Kabir. Kabura voor hoe Kabir. Kabura Muhammadun voor hoe Kabir. Maar wat betekende die zin? Welke? Ja'ani Muhammadun Abuka. Dat betekent dat, Muhammad, dat Abuka is verduidelijkend van wie Muhammad is. Oftewel, Muhammad, jouw vader is gekomen. Oftewel, Muhammad, jouw vader. Dus haar, ja, nee, goed, als je Nederlands. De vader van Muhammad. Nee, niet de vader van Muhammad. Muhammad is de vader. Muhammad is de vader. Oh, zo. Oh. Hij verduidelijkt wie Muhammad is. Ja. Dus als ik wil zeggen, Muhammad is gekomen, wie? Jouw vader. Hello. Dat is toch onnodig om te doen? Nee, is niet onnodig. Als ik zeg, Muhammad kan het meerdere Muhammad zijn. Ik wil verduidelijken wie het is. Ja, maar je kunt toch ook Ja'ani Abuka? Ja, dat kan. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, Abi Hafs in Omar ibn Khattab. Abi Hafs, Omar. Omar is Adfu. Al Bayan, is verduidelijkend van wie Abu Hafs is. Er zijn meerdere manieren om dat te doen. Allah. Maar het komt voor in een Arabisch taal. Kijk, dit zijn, niet alle voorbeelden zijn super nuttig en super hoe noem je dat? In ieder geval, je zou ze niet allemaal gebruiken. Er zijn voorbeelden die we hebben gegeven die je niet zou gebruiken. Maar als ze voorkomen met Arabisch, moeten we ze begrijpen. Op de eerste manier. Als we het dan verkeerd gaan begrijpen, als modaf of iets, dan betekent dat wij het verkeerd gaan begrijpen. En als het in de Koran voorkomt, dan komt het voor in de Koran. Bijvoorbeeld, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Atfu. Atfu al-Bayan. Ar-Rahim. Atfu al-Bayan. Nee, Ar-Rahman is Allah. En Ar-Rahim is Ar-Rahman. En Allah. Wat? Wat betekent dat Bayan dan? Jij zegt niet Atfu Bayan, maar wat betekent Bayan? Ja, dat is waar we nu mee bezig zijn. Dat is die Atfu waar we nu aan het... We hebben twee soorten Atfus. We hebben Atfu al-Nasr, Atfu al-Bayan. Oh, wacht, dat was een opzomming. De hele definitie die we net hebben behandeld, is Atfu al-Bayan. Ja? Een voorbeeld. We zullen hier een voorbeeld hebben. Van. Uit de Koran. Min ma'in sadidin. Min ma'in sadidin. Nou, zoek maar op zo. Sad. Duil. Twee duil. Zullen we even opzoeken, ook met vertaling. Ma'in. Maar in salering. Even kijken, pak ik Nederlands het beste. We hebben daar die andere toch? Die wij hebben sinds kort hebben we die. Hebben wij Nederlands vertaling? Ja, die heb ik net. Dat is een kleintje. Deze. Ja, die. Heb je die even gepakt? Welke soort is dat? Soort 14, Ibrahim als het is. Ja. Ibrahim. En dan 16. Gaat wel iets verder zijn, denk ik. Nee. Voor hem is de hel en hij krijgt water te drinken dat uit kokend etter bestaat. Is dat verband? Kokend etter. Ja, dat staat. Sadid is dus, wat? Verband. Van deze context met betrekking hiertoe, in dit verband. Sadid. Sad, met Sad. Breng eens. Ja, goed. Sadid is. Ja. Oké. Okay. Dus hier wordt ook etter vocht genoemd. Ik heb het verkeerd opgezet. Ja, etter. Pus. Dus hier in het woordenboek staat etter, pus. In de vertaling staat ettervocht. En in welke in jouw vertaling staat?
Die had? Ik heb hem al dichtgedaan. Kokend etter. Kokend etter, oké. Okay. In ieder geval. Dus Stadid is wat? Is Jamit. Jamit, dat is... Mijn geen werk. Jamit. Hij specificeert wat voor vocht het is. Mijn bijvoorbeeld. Yusqa min ma'in. Dat is nekker, toch? Specificeert. Hij specificeert. Ma'in is nekker. Min wara'ihi jahannama wa yusqa min ma'in. Sadidin. Is het dan ma'arifa als je sadidin specificeert? Nee. Het is nekker. Allebei nekker. Het is geen modaf. Het is geen idaf hier. Dus ma'in. Welke ma? Sadidin. Etter. Pus. Houd het bilde. Ja, daar heb je henna. Ja, duidelijk? Ja. Af en toe is het goed om te overpeinzen. Je moet stilstaan bij de ayat van de Koran. Overpeinzen, te dabbor. De hefd zonder fahm is geen goede hefd. Probeer hem overpeinzen, denk na. Kijk naar ma'in, kijk naar sadidin, laat het inzinken. Dat is de manier waar je met de Koran moet omgaan. Tadabbur. Afalaya tadabbaroon al Koran. Maar ala qulubin aqfaluha. Ze zijn gesloten op hun harten. Ze overpeinzen de Koran niet. En de meeste mensen die leren niet eens wat de woorden van de betekenis zijn van de Koran. Leren de Koran, hizb na hizb. Lekker als je vraagt wat betekent ahad, weet hij niet wat ahad betekent. Ja. Duidelijk wat Atful Bayan is? Ja. Taib. Dan gaan we naar Atful Nasaq. En maar Atful Nasaq is het tabi'u alladhi yatawassatu baynahu wa bayna madbu'ihi ahadul hurufi al-ashra. Oftewel deze tien letters, huruf die we hebben genoemd zojuist, die jullie hebben opgeschreven als het goed is. Wauw enzovoorts, thumma en die dingen. Dat is Atful Nasaq. Dat is eigenlijk wat Ibn Ajrum wilde zeggen, maar hij werd onderbroken door de sharh. Wat? Wat is er ertussen. Je hebt de wassa toe benen, hoe benen met boei. Een hele simpele. Zahaba Muhammadun wa Zaidun. Wat is Muhammad? In de zin? Fa'il. Fa'il. Dhahaba is fi'al. Dus fi'al fa'il. En wat een Zaid? Ook fa'il? Nee, atfu en nasaqi. Hij volgt, hij is tabi'a. Tabi'a van, en dus al ma'tuf is Muhammad. Klopt, dat doet hij ook. En daarom hebben we wauw. Maar als we wauw vervangen met iets anders, dan kan het bijvoorbeeld la Muhammad. Dhahaba Muhammadun la Zaidun. Dan betekent la dat Zaid niet gegaan is. Dus de wauw hier heeft een extra functie. De wauw hier is li mutlaq al jama. Oftewel, de wauw geeft aan dat hetgeen wat voor de wauw en na de wauw dezelfde hebben. Dezelfde hukum krijgen. Of dezelfde gebeurtenis hebben. Was het gewoon een van de harf van Adf? Ja. Maar de harf van Adf hebben verschillende betekenissen. De wauw is voor die mutlaq jama. Oftewel, wat voor is en na is, hebben we allebei dezelfde hukum, namelijk het dhahab. Het gaan. Dhahab. En Muhammad dhahab, wat dhahab zeet. Even Moussa, wat is nou de definitie van die Adf van Nasaq? Okay. Okay. Definitie is de tabi'a, is een tabi'a wederom. Mm-hmm. Want we zijn praten over de tawabi'a. Het is een tabi'a waartussen de tabi'a en de mazbu'a van, oftewel degene wat er voorkomt, wat hier opvolgt, komt een van de 10 haruf al-atf. Met andere woorden, Zaid is ma'toef. Ik heb hier
Ala Mohammed. Het is een tabi' en daarna? Het is een tabi' waar tussen dus deze tabi' waar tussen en tussen deze tabi' en dienst met de boer, oftewel hetgeen wat hij opvolgt, is een van de 10 hoofdverlaat die we zojuist genoemd hebben. En die gaan we zo nog verder uitwerken. Ja, die 10 moet ik eigenlijk toch nu opschrijven. Ja. Tussen de tabir en de matboor staat een van die letters. Hè? Een van die 10 is letters, maar haroof is niet een letter. In ieder geval nehu niet. Zijn die wauw, thumma enzovoort. Hoe heet dat? Haroof en dan? Haroof en atf. Ja. De eerste, nummer 1. El wauw. Wahia li mutlaq al jama. De wauw is voor mutlaq al jama. Wat betekent mutlaq al jama? Betekent dat dezelfde wat er voorkomt en daarna komt hetzelfde is. Een hukm. Zonder iets toe te voegen. Als je zegt, ja'a Muhammadun wa Aliyun. Wie is eerder gekomen? Wie? Oh, je wilt in de tijd eerder. Ja, in tijd. Nee, tegelijkertijd. Hoeft niet. Het enige wat ze zeggen, mutlaq al jama. Alleen maar, die is gekomen en die is gekomen. Het kan zijn dat Ali, of wat heb ik gezegd? Zeid. Ja, Muhammad wa Aliyun. Ja, Muhammad wa Zeidun. Het kan zijn dat Zeid is gekomen 10 jaar geleden en Muhammad over 10 jaar, of nee, na tien jaar is gekomen. 10 jaar later, zeg maar, net. Maakt niet uit wat. Waalaikum salam. Mutlaq al jama. Wauw is geen volgorde. Wauw heeft geen volgorde. In het algemeen. Het kan voorkomen dat ulama zeggen dat in bepaalde gevallen dat de wauw wel een volgorde aanduidt. Zou kunnen. Bijvoorbeeld bij de wudu. Als de wauw geen volgorde zou aangeven, zou je eerst over je voeten mogen vegen en dan vervolgens je armen wassen tot aan de ellebogen en vervolgens eenval. Dus je zou het kunnen omdraaien. Lekker nog alleen maar zeggen, nee, tartib is verplicht daarin. Maar misschien hebben ze ook andere adillen. Wat ik in taalkunde gezien, wauw is mutlaq al jama. Fayu'atafu biha al mutaqariban. Zoals, ja'a Muhammadun wa Aliyun. Idha kana maji'uhuma ma'an. Wayu'atafu biha al sabiq ala al mutaakhir. Nahu ja'a Aliyun wa Mahmud. إذا كان المجيء محمود سابقا على مجيء علي ويعترف بها المتأخر وعلى السابق سوف سامة كوم of the first دي كومت of the first دي كومت maakt niet uit mutlaq al jama. En ja goed, ik kan 100 voorbeelden geven, maar is niet nodig. Vervolgens heb je fa, al fa'u. Al fa heeft wel het tartib. Is het ook een van die 10? Ja, de tweede, dat is de tweede. Want de eerste was die wauw dan? Al wauw. Heb je een bijtje ergens waar ze staan? Ja, dit is de tweede. Dan komen ze eigenlijk bij de derde. En dan bij de vierde. Is het alleen een wauw of is het een woord wij? Alleen een wauw. Een wauw, zodra het één letter is, noemen ze het bij de naam van de letter. Het is een wauw met een fetha. Ja, okay. Muhammad, je zegt niet wie alin, woe alin, we zeggen wa alin. Okay. En dan tweede was fa. Fa, met een fetha. Wa ya li tartib wa ta'qib. Tartib wa ta'qib. Het tartib is volgorde. Het taqib is dat zodra iets beëindigd is, dat het begint. Dus dat het voorkomt, dat het direct gebeurt nadat iets anders is gebeurd. Maar een tartib en een thani ba'd al-awwal. Dat betekent tartib. Dat betekent volgorde. Dat de tweede na de eerste komt. Dat is volgorde. Wat taqib en aqibuhu bila muhla. Oftewel, er zit geen vertraging tussen. Het is gewoon direct daarna. Dat is de taqib. Zoals qadima al-fursanu fal-mashatu. Al-fursan zijn degenen die op paarden rijden en de mashatu zijn degenen die lopen. Zij kwamen eerst, direct erachter kwamen degenen die aan het lopen waren. Ja'a Muhammadun fa'aliyun betekent Muhammad kwam direct daarna kwam Ali. Fa'aliyun. Wadih? Dan heb je nog eentje die ook tartib veroorzaakt. We hebben nog 1 minuut. Laten we even die laten doen. Thumma.
Thumma heeft dezelfde betekenis als fa, maar thumma betekent tartib ma taraghi. Dus tartib wel, tartib hebben we al gehad. Dat is dat de tweede naar de eerste komt. Dat is tartib. Taraghi betekent anna bayna al-awwal wa thani muhla. Oftewel dat er een tijdspanne zit tussen de eerste en de tweede. Jaa Muhammadun thumma Aliun. Het is niet dat hij direct nadat hij kwam, kwam hij. Maar hij kwam vervolgens een tijdje en vervolgens kwam hij. Dat is de asl van thumma. Dus als je wil zeggen hij komt direct, zeg je fa'aliyun. Als je wil zeggen hij komt daarna, thumma aliyun. Wallahu ta'ala a'lam. Een voorbeeld die hij geeft hier. Arsalallahu Musa, thumma Isa, thumma Muhammadan alayhim as-salatu was-salam. Ja, was dat tussen hen een tijdspanne van? Meer dan 1000 jaar in totaal. Waardig? Ik wil even 3 dingen vragen. Eerste vraag, bij die Nessa. Ja. Zal we nu aan het doen zijn? Dat heb je daar ook die derde en die vierde voorwaarden uit die andere definities? Nee. Dus alleen deze twee die je net hebt. Alleen, dus de definitie van Atfu Nasaghi is het tabi'ah, waar tussen de tabi'ah en daar. En tussen die tabel en de metboor komt een van de 10 hoofdraad. Dat is de enige definitie die uit van Nasser is. Die wil ik even opschrijven. Dus ik heb er 3 gezien. Ik zal eventjes naar Al-Ajramiyya gaan. Ja, hier staat Al-Ajramiyya. Qal bab al-Atfi. Hoof al-Atfi 10. Wa hiya al-Wawu. De Wawu met een fetha. Al-Fa. Al-Fa met een fetha. Thumma. En ik kom Thumma volledig. Au. M. Imma, bel, la. Wacht, na imma komt bel. Oké, bel, ja. La. Lakin. Gewoon la als nee. Niet. Oké. Lakin. En als tiende. Hatta. In sommige gevallen. Niet altijd. Okay. Hatta is een lastig woord. Onthoud dat. Hatta, als je hem niet begrijpt, begrijp je hem niet. Maar Nuhad begrijpt hem ook niet. Dus. Je had net nog in zo'n sheet met aantekeningen. Als je die nog een keer zou willen laten zien. Ja, welke? Deze, ja. Zo. Uitmoest. Zijn er verder nog vragen online? Dus even kijken. Geen vragen verder. Dan houden we het hierbij. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.